de familie Knot, de familie Knot, de familie Knot. Knot, Knot, Knot. De familie Knot, de familie Knot, de familie Knot. Knot, Knot. Hallo, wie spreekt mij? De familie Knot, de familie Knot. Knot, Knot, Knot. Oh, zoek dekking! Shit! We bevinden ons in het salonatelier van de familie Knots. Buiten, op het balkon, doet opa een duif na. Ik ben blij dat ik geen duif ben. Wat loop jij nou weer met dat ding te sjouwen? Ja, ik heb hem net van de stomerij gehaald. Heb je dat ding laten stomen? Ach, oude zeemelade kan die heus wel tegen. Hij komt toch zelf ook uit het tropisch klimaat. Zo. Nou, ik zeg al niks meer. Kom maar duimpjes. Koeren, 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 koeren. Wat? Koeren, koeren, koeren. Ja, ik voer de duifjes. Kijk, als ik er niet was, dan hadden die arme beesten nooit wat te vreten. Koeren, 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 koeren. Koeren, 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 koeren. Ja, stil nou maar, hè. Laat ze nou maar rustig eventjes lekker tortelen. Het is niet voor niks lente. Weet je dat wij elkaar voor het eerst ontmoeten? Dat is ook in mei. Ja, ja. Ja, je viel me nog op. En je viel op mij. Je zal ook eens niet vallen. Weet je nog dat jij mij ten huwelijk vroeg? Ja, ja. Ik was een charmante, knappe kerel vroeger, hoor. Ja, maar wel een beetje onbehouden. Hoe jij door de knieën ging. Helemaal niet. Ik weet nog precies hoe het was. Jij zat hier. Hier. En ik stond hier, zo voor je. Ik was een kerel uit één stuk gehouden. Johanna, zei ik. Oh ja, zo heet ik. Dat was ik haast vergeten. Ja, Johanna, zei ik dus, wil je met me trouwen? Ja, zo ging dat toen. Ja, gekke oude zeemelaar, sta nou maar weer op, hè. Au, 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 dat gaat niet. Die klerenknie, die zit op slot. Op slot? Ja, ja, ga nou maar een dokter halen, hè. Vooruit, bel een dokter. Ja, 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 dat is goed. 6, 5, 3, 4, 2, 1... Mens, dan ben je toch weer onhandig. Draai dat nummer nou maar. 6, 5, 3, 4, 9, 0. Een arme oude man kan ook nooit eens rustig een zootje herinneringen ophalen. Hallo? Ja, met oma Knots. Ja, heb ik soms verkeerd verbonden? Ja, dat zou me weer niks verbazen. Spreek ik met dokter De Bruin? Nee? Met wie dan? Oh, er is een nieuwe dokter. Dokter Heeman, is die ook goed? Ja, 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 schiet dan maar op, mens. Ja, u mag ook komen, ja. Nou, mijn man heeft zijn knie op slot. O, neemt u de sleutel mee? Nou, hij komt eraan. Schiet dan maar op. Zo. Ja, kom dan maar, breng me nou maar naar de keuken. Hey, pas nou toch op je knie. Ja, dat was ik vergeten. Au, 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 au. Ben je toch een wilde bras? Au, 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 Johanna, au. Oh, Johanna. Oh, oh, oh. Oh, oh, Johanna. Ja, u spreekt met Hansje. Is meester Vogel ook thuis? Woont hij daar niet meer? Sinds wanneer? 2 weken? Oh, ja. Ja, nou, dag meneer. Bedankt.
Hallo. Mooi weertje niet? Doe alsjeblieft niet zo irritant vrolijk. Het komt misschien door de lente in mijn bloed. Die stomme rotlente kan gestolen worden, jongen. Oh. Heb je wellicht weer ruzie gehad met meester Vogel? Ach, man. Bemoei je met je eigen ambtenarenzaken, zeg. Is meester Vogel dan nog steeds niet langs geweest? Nee. Ik heb hem gebeld, maar wat blijkt nou? Nou is hij verhuisd. Spoorloos verdwenen, zonder maar één berichtje aan mij te geven. Ja, maar hij had natuurlijk te balen van mij. Dan is hij mooi van me af op deze manier. Wat jammer. Komt hij natuurlijk ook niet op het feestje morgen. Welk feestje? Onkel X en tante Til zijn 21 jaar verhuwelijkt. Ach, eerlijk? Ja, en dit is mijn cadeau. Ja, ik moet alleen nog ergens zien te verstoppen, want anders is de verrassing van de verrassing eraf. Hé, maar wat zit er dan in? Nee, nieuwsgieraard. Dit is mijn cadeauverrassing. Nota bene. Ik heb echt de pest in over meneer Arendvogel. Hij hoeft heus niet te denken dat hij de enige leuke vent op de hele wereld is. Het zijn heus ook nog wel andere leuke jongens. Maar waar zitten die? Goedemiddag. Woont hier de familie Knots? Ja. Meneer? Dokter Heeman. Maar zeg jij maar Frank, hè? Ja. Wat een prachtig haar heb jij, zeg. Heb ik al zo lang. Grappig meisje. Waar komt u eigenlijk voor? Voor opa Knots. Die is door zijn knie gegaan, geloof ik. Opa? Oh, zeg maar, dan moet u hier naar boven vluchten, trap op. Aha. Zeg, kun je niet even mee? Om de weg te wijzen? Nee, ik moet in de winkel blijven om op te letten. Bijzonder jammer. Maar ik zie je straks nog wel, hè? Ondertussen ligt onkel X gezellig op de grond wat voor zijn plezier te speuren. Ik vraag me af of hij weet wat voor een belachelijk gezicht dat is. Waarschijnlijk niet. Onbegrijpelijk. Gisteren een heel onderzoek ingesteld om de dader op te sporen die deze dierenhuid ontvreemd en gestolen had. Vingerafdrukken genomen, enig ander speurwerk verricht. Heeft de dader het gestolen goed weer teruggelegd? Had ik eindelijk een leuke misdaad, wordt hij me ook weer door de neus geboord als zodanig. Hands up! Nee. Wat is dat voor een pak? Wat zit daarin? Smokkelwaar, tijdbommen of gewoon de poet? Gaat u weg! Dit is mijn pak! Openen! Nee. Wat was dat? Een geheime stoorzender? Het is iets voor... Opa. Oh, opa. Een cadeau. Vanwege zijn ziekte. Inderdaad, een cadeau. Excuseer. Ja, jij hebt toestemming om te vertrekken. Zonder mij zou de boel hier aardig in het honderd lopen. Dat is alvast voor morgen, zal ik maar zeggen. Wat is er dan morgen? Nou, dat is ook fraai. Morgen zijn we 21 jaar getrouwd, Frederik, lieve. Ja. Oh, is dat waar? Je wou toch niet zeggen dat je vergeten was, hè? Nou ja, Tilletje, je weet hoe het met mij is, hè? Inderdaad, ja. Middag. Goedemiddag. Maar opa, u mag toch helemaal niet staan op die knie? Opa! Dit is mijn man, hoor. Oh. U bent natuurlijk de nieuwe dokter, hè? Ja. Nou, de patiënt die u zoekt, die bevindt zich een verdieping lager in de keuken. Oh, nou. Zo, ja. Opa. Kijk hier naar beneden. Zeg, mevrouwtje, kan ik u straks nog even spreken? Oh, zegt u maar, tante Til, hoor. Tot straks dan.
Til. Wat een waanzinnig aardige man. Een zeer verdacht individu. En van het slijmerige soort als zodanig. Nou, het is een knappe vent. Dat moet je toegeven, Frederik, lievertje. Als die weer zo opdringerig doet, dan sla ik hem in de boeien. Frederik, lievertje. Het lijkt wel of je jaloers bent. In de keuken ligt de arme, zieke, hulpbehoevende oude baas. Ik voel medelijden in me opkomen. Maar blijf me zien, appel. Is dat nou voor een zieke zorger? Ach, oude zemela. Zo, kijk eens. Wat moet het voorstellen? Een stukje sinaasappel. Hou die troep maar. Ach, zoek. Wat doe je nou? Nou, misschien dat de hond het lust. Die troep? Dat krijgt toch geen hond naar binnen? Ach, moet je nu raar. Trouwens, krijg ik nog een warme kruik of hoe zit dat? Ja. Zo. Ik dan nog. Zeg maar. Maar je hebt toch geen griep? Ach mens, wie is er hier nou eigenlijk ziek? Ach, hij komt er al aan. Zo. Zit dan maar op. Brand je handen niet, hè? Zo, daar is die al. Pas op, het is heet, hè? Au. En nou wil ik een gerast appeltje. Met kaneel. Ja, maar je hebt toch geen diarree? Ga me een beetje belachelijk zitten maken. Ik wil een gerast appeltje met kaneel, punt uit. Oh, Zemela. Je weet hoe moeilijk ik rapsen vind. Hoe komt u binnen? Aha, daar ligt de patiënt. Ik ben dokter Heeman. Dokter, au, mijn laatste uur is geslagen. Nou, kom, dat valt wel mee, hè? Dat valt niet mee. Zo, welke knie is het? Even de twee, jongen. Ja, maar welke? De linker, zullen we maar zeggen dan, ja. De linker. Ja. Ja, maar is het wel de linker? Ja, au, ja. Nee, volgens mij was het de rechter. Ja, au. Waar bemoei jij je mee, trouwens? Ga nou maar een appeltje rasten met kaneel. Zeg, u moet niet zo commanderen, hoor. Dat is heel slecht voor die knie, welke het dan ook mogen wezen. Zeg, omaatje, wat is er nou precies gebeurd, hè? Nou, we waren in de keuken. Ja, je gaat maar weer het hele verhaal zitten vertellen. Ach, nou goed dan. We waren in de kamer en toen zei die Johanna, want zo heet ik, wil jij met mij trouwen? Ja, maar bent u toch helemaal niet getrouwd dan? Snotaar, wat denk je eigenlijk wel? Natuurlijk wel. Nee, hij deed het na van vroeger. En toen zei hij, Johanna, wil jij met me trouwen? En toen viel hij zo onbehouden op zijn knieën. Zo weet je. Wat doet u nou toch, mevrouw? Oh, mens, wat ben je toch onhandig. Ach nee, het is niks hoor. Het is jawel, het is wel wat hoor. Ja? En heel ernstig ook, hè? Oh. Kom op, opa, kom er eens even uit. Wat? Zo, kom er eens even uit. Zo, maakt u maar eens even plaats voor uw vrouw, hè? Hier. Want die is er veel erger aan toe dan u. Dan moet jij eens eventjes goed naar me luisteren, snet, dokter. Zo. Wie is er hier nou eigenlijk ziek? Au. Ziet u? Een acuut geval van kniespit. Ja, ze moet zich heel rustig houden, dus u moet er maar goed voor troetelen, want anders loopt het heel slecht met haar af. Oh, ja, dat komt. Ze is al zo vaak gevallen dat ik verwacht altijd dat ze stuitert. Ja. Nou, mevrouwtje. Ik kom over een paar dagen nog wel eens even kijken, hè? Of uw man u goed verzorgd heeft. Goedemiddag. Geniet, Bert. Oude Zemelaar. Ja. Wat is er? Komt er nog wat van dat gerapste appeltje? Hè? Ik voel mij in mijn eer getast. Onkel, ik zou weten wat er in het pak zit. En wou ik me al bijna afpakken. Wat een nieuwsgierigheid. Hey, maar wat zit er dan eigenlijk in? Lee, dit is mijn cadeauverrassing. Ik zeg lekker niet wat erin zit. Ook niet dat het een spelendingetje is. Hé, zal ik het misschien voor jou verstoppen? Lee, ik hou het bij mij.
Opa wou ook al weten wat erin zat. Maar ik kon gelukkig wegvluchten, want zijn knie was gehavend. Hey, zeg, is het nou ernstig met opa? Compleet niet. Allemaal aanstellerij. Oh. Hey, heb jij die nieuwe dokter al gezien? Ja, die wou ook al weten wat er in het cadeaupak zat. Die snotvent. Dat is helemaal geen snotvent. Het is een hartstikke blitse, snelle jongen. Van zo'n vent kijk je tenminste nog een beetje op. Hij zei dat hij mijn haar prachtig vond. Hé, hey, vind jij mijn haar prachtig? Wat vind jij? Nou, van zulke dingen heb jij natuurlijk helemaal geen verstand. Van verliefdheid wellicht. Neef Herbert, ben jij ook verliefd dan? Nee, geen zins. Het is misschien dat het door de lente komt, wellicht. Lenteroffels. Ik vraag mij ergens van hoe dat dan gaat dan, eventueel. Als je verliefd bent? Als je daarmee besmet. Nou. Het kan zomaar gebeuren, dan kijk ik een jongen aan. Dan wil ik hem dus zoenen en meteen ook met hem gaan. Als ik een meisje leuk vind, fluit ik of ik doe heel stoer. Maar vaak ga ik dan op de wat kan mij het schelen toe. Steeds een nummer bellen, maar niet zeggen wie je bent. Door zijn straat heen fietsen met doen of je hem niet kent. Zeggen, wat een trut ben jij en vinden juist van niet. Om haar jaloers te maken, omgaan met zomaar een griet. Wat doe je idioot als je verliefd bent? Daar kun je niks aan doen, dat hoort erbij. Wat doe je idioot als je verliefd bent? Je reinste aanstellerij. Alleen maar kleren dragen waarin hij me graag wil zien. Praten over sporten en ze zelf gaan doen misschien. Briefjes naar haar schrijven, die verscheur ik dan maar weer. Bang zijn om voor gek te staan, dus durf ik al niet meer. Zijn op mijn vriendin omdat ik haar met hem zag. Tegen vriendjes zeggen dat we al met mekaar gaan. Dat we ook al vrijen maar het nooit hebben gedaan. Wat doe je idioot als je verliefd bent? Daar kun je niks aan doen, dat hoort erbij. Wat doe je idioot als je verliefd bent? Je reinste aanstellerij. Blijft u mij toch, mevrouwtje Til. Ah, ik ben trouwens blij dat het niks ernstigs is met opa. Nou, het is wel eens goed als hij een beetje voor oma moet zorgen. Hè? Eén schepje suiker graag voor mij. Zo. Dank u wel. Zo. U heeft hem trouwens wel te pakken gehad, hè? Zeg, een bonbonnetje? Oh, graag. Zo. Ah, ik kan niet geloven dat u al 21 jaar getrouwd bent. U ziet er nog zo jong uit. Hè? Oh, wat vleit u me toch. Van de complimentjes. Nog een bonbonnetje, hè? Dok. Een
sigaartje dan misschien? Oh, bijzonder graag. Heel vriendelijk van u. Wacht, zo. Dank u wel. Vuurtje. U schijnt ook zo kunstzinnig te zijn, hè? Heb ik gehoord. Ja, hebt u gelijk in, hoor. Ik ben waanzinnig artistiekerig. En altijd al geweest ook. Wilt u wat van mijn kunst zien, hè? Bijzonder graag. Hands up! Op heterdaad bedacht. Ik ga u in de boeien slaan en verhoren 100 keer met een lamp van 200 watt. Wat? 200 watt. Frederik, lievertje, wat doe je nou toch weer, hè? Morgen zijn wij 21 jaar getrouwd. En nou zal deze snuiter van het goedkope versierderige soort mijn vrouw er even het hoofd op hol brengen. Maar dat gaat niet door, zowel ik onkel X heet. Lach niet of ik schiet. Oh, sorry, maar het is ook zo grappig. Ik wou haar helemaal niet het hoofd op hol brengen. Nee, natuurlijk niet. Jaloerse gaak. Nee, ik wou nog alleen iets vragen. Oh, op een zeer slijmerige manier dan wel als zodanig. Oh, ja, dat is misschien een... Niet helemaal sowieso, maar ik wou nog alleen even vragen of ik met uw dochter uit mag. Met wie? Met uw dochter? Houd toch uw mond! Oh, kloddertje hier. Oh, kloddertje daar. Zo. Luister jij eens even hier, makker. Mijn vrouw en ik hebben helemaal geen kinderen. En vooral Tilletje vindt dat heel erg naar. Dus voortaan zou ik, als ik jou was, maar niet meer van die stomme vragen stellen. Kloddertje zus. Zeg maar wie is dan toch dat kleine blonde meisje beneden in de winkel? Dat is Hansje. Ja. En nou, wegwezen! Pardon. Nou, goedemiddag dan maar, hè? Mevrouwtje Til. Tilletje. Gaat het nou weer een beetje? Kloddertje. Frederik, lievertje, het is maar gelukkig dat ik me zo waanzinnig kan uiten in de schilderkunst. Een kloddertje hier, een kloddertje daar. Hallo. Daar ben ik weer. Oh, dag. Insteken, omslaan, draad af laten gaan, als ik me niet vergis. Zoiets, ja. Jij heet toch Hansje, Zoiets, ja. Wat een prachtige naam. Zeg, wat kijk je, Sip? Je bent toch niet ziek? Dan kan ik je wel beter maken, hoor. Ik ben niet ziek, ik heb zorgen. Och, niet zo serieus, zeg. Jij bent toch veel te knap om verdrietig te kijken, Nou, ik vind het geloof ik ook alles maar knap en mooi. Aan jou wel, ja. Zeg, Hansje. Zou jij niet eens met Frank hier een keertje vanavond bijvoorbeeld naar de discotheek willen, Hallo, Hansje. Zeg, zullen we dan vanavond afspreken? Waar? We spreken niks af. Nee. Oh, je vindt me toch wel aardig? Huh? Oh, ik snap het al. Je moet even die klant helpen. Het is helemaal geen klant, hoor. Dat is meeste vogel. Hé, Arend, waar word je nou tegenwoordig? Ja, joh, ik moest mijn kamer af. Ik stond opeens met allemaal spullen op straat. Oh. Nou, wat doe je dan? Huiskraken is niks voor mij, dus ik woon weer bij mijn vader. Oh. Hoe wist je trouwens dat ik verhuisd was? Nou, ik had je oude nummer gebeld. Zeg, meneer de dokter, moet u niet nog wat patiënten bezoeken vandaag? Zo, of zoiets? Het spijt me, ja. Ik begrijp het. Ik heb nog van alles te doen, ja. Goedemiddag. Wat moest die vent van je? Oeh, die wou met mij uit. Of zoiets. Oh ja. Nou ja, wat let je, hè? Nee, joh. Nee, dat is een kwal, hoor. Dat is een mooie praatjes. Oh, gelukkig. Nee. Hey, sorry, hoor, dat ik zo lang niet geweest ben. Ja. Maar het was ook zo'n toestand met die verhuizing en zo. Weet je dat ik nou een paar uur per dag moet reizen met de trein? Oh ja? Ja. Hey, hoe is het nou om weer bij je vader te wonen? Oh, vreselijk. Ik heb al de ruzie met hem. Hij is zo ouderwets en hij bemoeit zich overal mee. Oh, en je moeder, hoe vindt zij het? Ik heb geen moeder meer. Die is een paar jaar geleden overleden.
Oh, sorry. Dat kon jij het toch niet weten? Maar ik mis er wel, hoor, soms, mijn moeder. Ja, ik kan me echt voorstellen. Hé, moet je iets drinken? Ja, goed, lekker. Ja. Kloddertje zus. En een kloddertje zo. Zo. En een kloddertje. Zo. Oh, 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 nee, Herbert, waar was jij er al? Hoe kom je? Wat, ik heb je helemaal niet binnen horen komen. Ja, nee. Wat? Oh, wat is leuk schilderij? Ah, nee, oh, niks. Bijzonders niks. Helemaal niks. Oh. Dat is alleen maar wat gevoelsvibraties en een enkele wensgedachte. Ja. Oh, gaat u dat schilderij ook weer voor 1000 gulden verkopen? Nee, dat is niet voor de handel. Het is nou gewoon eens voor mezelf. Oh. Onkel X meldt zich op het hoofdbureau. Oh, Frederik, lievertje, heb je nog iets belangrijks te melden, hè? Niets. Alleen dat die vogel dakloos is en weer bij zijn vader schijnt in te wonen. Oh, dan moet hij elke dag heen en weer reizen, wel 1 of 2 uur was stumpeld. Schijnt nog ruzie ook te hebben met die vader. En met zijn moeder? Heeft geen moeder meer. Oeh, ja, dat is het waanzinnige van dit leven. De een heeft geen moeder, de ander heeft geen kind. Wat doe jij vandaag, makker? Wie zit er achter die bank? Hunzo! Wat is dit? Is dit niet hetzelfde pak dat jij vanmorgen, makker? Het is het cadeau voor tante Til voor morgen, notabene. Jij meent het! Oh, een cadeau voor mij? Oh, wat lief. Zeg, wat ontroerend. Zeg, mag ik het alvast uitpakken? Nou ja. Doe dan maar. Ontroerend. Wat is dit? Het lijkt een pop. Een spelenkindje. En het kan bovendien mama zeggen. Het is omdat u geen kinderen had gekregen. Kunt u er toch mee spelen? Wat afgrijselijk aardig van je. Dank je wel. Ze vindt het heel fijn. Ja. Leuk van mij bedacht, hè? Ja, erg leuk, ja. Dan kunnen we nu, als we cadeaus uitpakken, misschien ook bij een beter limonade gaan halen boven bij oma, hè? Oh ja, en dan haal ik gebakjes. Ik ga naar de keuken, alvast. Ja, wacht op mij. Natuurlijk wel goed bedoeld, hè? Oh, het wordt nou eens hoog tijd dat ik nu eens een keer met de roze vel verf voor mijzelf ga knoeien. Ja, om mezelf eens te helpen. Oh, vlug voordat ze terugkomen. Oh, een kwaddeltje roze. Hier. En een kwaddeltje roze. Daar. Zo, heeft mijn kleine babytje lekker geslaapt. En krijgt mijn snoeperige kleine Rik nu een heerlijk artistiekerig flesje melkie van het koetje boe. Zeg, sorry, neem me niet kwalijk, maar wat een verschrikkelijk slecht Nederlands. Oh, nou ja, dat is babytaal. Ja, nu ik dan eindelijk een kind heb, wil ik ook dat hij me verstaat. Daar bemoei je trouwens mee. Ha, mondje dicht. Nou, mondje weer open, want hier komt het spintje voor de kleine drinkenboer. U dacht toch niet dat ik dat in mijn mond nam? Ja, zo. Rustig drinken, zoete jongen. Hè? Gulzige kleine. Nou ja, kleine. Het is wel een flinke baby. Een uitzonderlijk groot gegroeid kind, mag ik wel zeggen. En hij lijkt ook nog op iemand. Ja, op wie doet hij me nou toch denken? Ach, die melk is niet te drinken. Ja, maar je moet toch groeien? Nou ja, nog handen happen. Zo, njami njami lekkie lekkie. Die groene glibberige smullie, moet ik dat opeten? Tuurlijk, hè? Wat ben je toch een lastig kind? Nou ja, lastig of niet, je bent in ieder geval een kind. Nou, zo, mondje open. Moet er zeker nog van groeien, hè? Ja, inderdaad, ja. Aan wie doe je het me toch denken? Ik wil naar mijn kamertje. Ja, eerst bordje leren eten, hoor. Nee, ik wil naar mijn kamertje. Ja, welk kamertje dan? Mijn eigen kamertje. Ik heb hier toch zeker wel een eigen kamertje? Nee. Ja, je bent ook zo onverwacht gekomen. En alle slaapkamers zitten al vol.
Nou ja, ik vraag wel aan opa of die de zolder opruimt en dan krijg je een hele grote kamer zo. Nou, mondje open, een hapje voor oma. En een hapje voor onkeltje X. En het spul is echt niet te eten. Hapje voor Hansje. Lekker, lekker. En een hapje voor meestertje Vogel. Verroest? Maar jij bent meester Vogel. Ja. Kan dit dan nu eindelijk ophouden? Oh, wel alle penselen in de pot vernis. Ik heb opeens een lumineus idee. Oh, hou op, Ros. Ga weg, Ros. Oh, wakker worden, Til. Wakker worden. Wakker worden, Til. Wakker worden. Oh, ik moet naar beneden. Onmiddellijk. Hopelijk zit die arendvogel nog in die ruilwinkel. Arendvogel, ik heb de oplossing voor jouw probleem. Welk probleem bedoelt u, tante Til? Als jij de zolder opruimt, dan mag je er komen wonen. Dat kan ik toch niet aan? Nee. Nou, dat is ook niet niks. Nou, het hoeft ook niet voor niks, hè. Over die huurprijs worden we het wel eens. Nou, wat vind je ervan? Hartstikke goed, hé Arend. Hé, dan moet je elke dag weer langskomen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je Hansje van haar werk houdt, hè? Nee, natuurlijk niet. Oh, fantastisch. Wat goed, hè, Hansje? Ik ga morgen meteen beginnen met opruimen. Help je me dan? Ja. Tante Til? Hartstikke bedankt. Oh, nou, ik heb altijd ook een zoon gehad willen hebben. Die heb ik dan nu een beetje. Oh, sorry, ik liet me even gaan. De familie Knots, de familie Knots, de familie Knots. Knok, knok, knok. De familie Knots, de familie Knots, de familie Knots. Knok, knok, knok. Oh, zoek dekking!